Nou, laatste wasje daarin zitten. En ik heb even eten nu. Super tof dat je kijkt naar Glonil Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben echt letterlijk net wakker. Ik dacht nog even een paar keer. Lag ik gewoon lekker nog in bed. Toen dacht ik van, weet je, even nog even liggen. Even nog een paar keer draaien. Wat ik heel vaak doe. Dan ga ik altijd heen en weer. Dan ga ik altijd nog even die kant liggen. Ja, ik ga dan even draaien. En dat is zo lekker wat er is eigenlijk. In je bed lopen draaien. Maar ik heb vandaag veel dingen te doen. Ik moet nog opruimen. Dus ga ik dat vandaag allemaal even doen. En even nu lekker douchen. Ik ben nou bezig met lekker koffie te zetten. En ik ben net lekker aangekleed en gedoucht en wel. Dat is het lekkerste wat er is eigenlijk. En maar ook even rolgordijn open gooien. Oh, wat is het lekker. Even douchen. En nu kijken wat voor weer het vandaag gaat worden. Ziet er lekker uit zo te zien. Beetje bewolkt. Maar oké. Nu lekker koffie klaarzetten. En dan even dingen achter de computer doen. Moet ook even gebeuren, zoals editen. Oh, moet even gebeuren. Laten we dat even lekker doen. Douchen, editen bedoel ik. Zien we voor de rest wel. In ieder geval even afwas zou ik even doen. Want dat is even wel nodig, vind ik. Ik ben al klaar met editen, maar er staat iets heel lang te wachten op mij. Wat is dan wat heel lang op mij wacht? This me! De afwas. En ik sluit ze op. Top. Maar dan moet ik even echt gebeuren hoor. Anders blijft het echt liggen. Dus laten we het even snel. Even kracht. Power erin. Even opruimen. Is dat lekker even gedaan te hebben. Hele aanrecht schoongemaakt. Helemaal clean. Dus, en dan ga ik nu even lekker op gemak even een tijdje even bijkomen van de afwas. Alleen, ik heb nog hoop was hier liggen. Die moet ik ook nog gedaan hebben. En ik ga gelijk even voelen. Even deze opruimen. En dan even die was aanzetten. En dan even die andere handdoeken. En dan ben ik klaar met de was. Ook weer gebeurd en ik heb nou laatste wasje daarin zitten en ik heb even eten nu maar lekker klaargemaakt, maar die zou behoorlijk heet zijn. Wat ik ga doen is, het is altijd helemaal niet verstandig, is ik even een plankje pakken en zet ik op een plankje neer. Even kijken, even deze pakken, want dan ga ik die even lekker opeten. Zo. Ik ga er lekker van genieten. En ik zit net lekker naar YouTube te kijken erbij. Dus ga ik eten en YouTube. Dat doe ik altijd. Ik weet niet. Je kan niet gewoon normaal eten en dan. Ja. Wacht. Voordat ik ga eten. Is dat ik even. Ja, dat is wel goed warm. Ja. Dat wou ik even weten, of hij goed warm was. Dat ik daar niet zit te eten, dat hij weer lauw is. Want dat heb ik, weet niet, met die magnetron, maar maakt niet uit.
Of ik heb hem niet goed lang ingezet. Dat kan ook nog, dat ik dan daaraan ligt. Maar ik ga dus even eten. En na eten hoort natuurlijk altijd een toetje, vind ik. En ik heb al een toetje. Nee, trouwens, ik heb meerdere keuzes. Trouwens, hoeveel heb ik er nou eigenlijk van op? Ik zit te denken, ik heb nog ook natuurlijk ijs. En ik zit nou even te denken, hoeveel heb ik van die Magnum? Want die zijn wel ongelooflijk lekker. Even kijken. Oh, ik heb dat. Maar ik heb ook weer deze. Ik vind het zo lekker ineens. Ik heb weer pas laatst gegeten. Maar deze blijven lekker. Slagroom. Dus ga ik met vanille smaken. Dus die ga ik dan verder weten nemen dan. Dan ijs. Dus gaan we dat even lekker maken. Maar dan ga ik dan lekker die luchtige vla nemen. Dus ga ik even openmaken. Lukt het mij gewoon niet om open te krijgen. Oké, mijn camera staat niet echt helemaal recht. Ik hoop dat hij niet valt. En nou kom op. Ik krijg hem niet open, joh. Ik krijg letterlijk gewoon vla gewoon niet open. Ach, kijk, daar gaat hij. Zo. En dan gaan we even lekker vol gooien die vla. Oh, heerlijk is dit. Dit is zo lekker. Oh. Hoppakee, daar ga ik lekker van smullen. Maar typisch ik, dat ik hem gewoon niet open krijg. Zo. Lepeltje erbij. Hopskedee. Ik vind die al. En dan gaan we lekker van deze vla genieten. Oh, ik heb het er nu al trek. Maar deze gaat eerst in de koelkast. En lekker genieten van de vla. Oh, heerlijk. Lekker van deze vla genieten. Die vla was ongelooflijk lekker. Maar ik wou even iets wat vertellen aan jullie. Wat eigenlijk best wel voor mij irritant kan zijn. Om mijn handen is echt ongelooflijk droog. Voor mensen die misschien kunnen zien. Hier zo letterlijk. Ja, ik zit twee dingen te denken. Ik weet niet wat het is, maar ik had het met mijn collega overkant zijn dat ik te hard handen was. Of het kan eczeem zijn. Want ik heb wel eens, vooral in de zomer, dat ik last heb van eczeem. Het is niet vies of zo, wat dan ook. Maar hier kan je ook bijvoorbeeld zien. Dit. En neer. Heb ik het ook gewoon. Maar het ergste is, als ik aan het werk ben, doet dat ongelooflijk veel zeer. Echt, brand als een gek. Echt, dat is gewoon niet normaal. En ik ga nu wat lekkers maken en ik zit nu te twijfelen of zou ik een bakje koffie zetten, ja of nee. Ja, laten we dat doen. Lekker bakje koffie. Ik heb toch weekend. Gelukkig. Dus kan ik lekker bakje koffie drinken. Hé, Gaia? Kijk eens aan te kijken, wat ben ik aan het doen? Ik ben aan het vloggen, Gaia. Hé? Hey. Dit is nou vloggen. Hé? Hey. Hé. Hey. Zit je lekker op de stoel, jongen? Hè? Boef. Dus, dat wil ik even tegen jullie zeggen. Ik vreet nog een hand wasstel op te hangen, maar die zit nog in de wasmachine. Maar ga ik zo meteen even eruit halen. En ik ga nu maar even zitten denken om wat lekkers te eten. Dat is gewoon even crackertjes of wat anders. Maar we zitten nu al te kijken. Ik heb dat altijd zo vaak als ik te kijken in de kast, dus ik dan. Wat zou ik nemen? Ga je twijfelen? Oh ja, dat is wel ook wel lekker. Oh ja, dat is ook wel lekker. Echt, dat is wel niet hinderlijk. Maar ik ga eerst in ieder geval een bakje koffie zetten. Laten we dat eerst doen. Ik ga even denken maar nog wat ik ga nemen. Dus ga ik even nog bedenken wat ik ga nemen. En het is al een tijdje verder. Het is natuurlijk al een uur of 11 geweest. Dus, en dan ga ik nu even lekker koffie erom maar nogmaals drinken. Klaarmaken. En dan
Ga ik even kijken wat ik ga snacken. Ik zat net de hele tijd te editen. Want ik zag ineens een video voorbij komen dat je Dylan Hagens een video kan editen en uploaden. Dus wat dacht ik? Ik ga het even zitten editen. De hele tijd gedaan, maar het is al nu al 2 uur 's nachts. Dus ik ga er even een andere keer verder. Maar ik vind het alleen een beetje te lang duren, dus ik moet nog goed knippen en plakken. Maar het is wel heel leerzaam, vind ik, voor mezelf, voor mijn kanaal. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik nu lekker mijn bedje inga. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal toch zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Voor mensen die weten of die vrijdag juist gemist hebben. Zaterdag, vrijdag was weer big to know mensen. Ja, ik heb het al eerder aangegeven. Maar hij heeft het gemist. Aanzijde vrijdag, weer. Ze gaan nu weer lekker draaien.